Robert, welkom bij Ajax. Hoe is het om hier te tekenen en te komen spelen? Ja, heel mooi. Het is toch eigenlijk toch een stap hoger op, denk ik. Dus ik denk dat ik me hier nog beter kan ontwikkelen bij Heerenveen. Je komt uit Den Haag, speelt eigenlijk nog voor Heerenveen. Hoe is je loopbaan, om het maar zo te zeggen, tot nu toe verlopen? Ja, ik begon op 5-jarige leeftijd bij Kwik Den Haag. Dat was voor mij om de hoek, dus een logische keus. En daarna, toen ik 13 was of 14, toen ging ik naar Heerenveen toe. En daar heb ik 3 hele mooie jaren gehad. Heel veel geleerd en nu naar Ajax. Lang over nagedacht? Ja, wel veel over gepraat met veel mensen. Gewoon vooral de training hier zo, het niveau stond allemaal net een stukje hoger. Dus ik denk dat ik me hier nog beter kan ontwikkelen. Waarom wilden jullie Ajax hem hebben? Nou, sowieso omdat we in hem een speler zien die voor Ajax interessant is. Een speler met heel veel mogelijkheden, zeker verdedigend. Maar ook opbouwend en gewoon vanuit de kwaliteiten die hij heeft. Ja, zie je daar een speler in voor de toekomst. Wat stel je jezelf als doelen en als eisen misschien ook wel aan jezelf? Ja, gewoon mijn zwakkere punten gewoon verbeteren, mijn betere punten nog beter maken. En in het eerste komen hopen dat het lukt. Die sterke en zwakke punten, kan je die eens toelichten? Wat zijn dat? Ja, mijn sterke punten toch om mijn trap, mijn duelkracht, kopkracht. En mijn zwakkere punten, mijn fijne techniek, het draaien, het kort draaien. En mijn rechterbeen kan nog wat beter. Hij gaf zelf al aan, zijn doelen zijn nu om zijn sterke en zijn zwakke punten te verbeteren. Allebei dus eigenlijk, maar wat zijn die volgens jou? Nou ja, dat hebben we ook al in individuele gesprekken met hem gevoerd. En ook gezegd dat het natuurlijk een jongen is die nog veel aandacht verdient. Dus ook op zijn traptechniek, maar ook het leren verdedigen. Bepaalde standen dat je dat kan verdedigen. Daar hebben we natuurlijk specialisten voor in huis. En die moet je gaan gebruiken om dit soort jongens nog bepaalde stappen te laten maken. Dus dat gaan we vanuit de individuele training ook zeker doen. In welk team mag hij volgend jaar gaan starten? Nou, als hij het goed doet, dan komt hij in de A1. Dus dat is wel de leeftijd waar hij ook op gaat spelen. Maar het belangrijke is dat hij gewoon veel wedstrijden gaat spelen en dat hij zich blijft doorontwikkelen. En in welk elftal dat is. Uitgaande A1, maar zo snel mogelijk naar hogere teams. Dus, maar dat ligt eraan. Je hebt nog een kampioenschrijd af te maken volgens mij, hè, met Heerenveen tegen Ajax, toch? Ja, nou, we staan nu 1 puntje achter nog, maar ze hebben best wel minder gespeeld. Dus wat spannend. Ze hebben nog een last programma, maar je weet het nooit. Het is een mooie toekomst, hè? Hop. Oké.